Bij ons vinden we kennisdeling heel erg belangrijk. Maar helaas door het coronavirus kunnen de geplande workshops nu niet doorgaan. Daarom bieden we de aankomende weken livestreams aan. We gaan elke woensdag en vrijdag van 12 tot 1 live in een lunch and learn sessie. Dit zijn allebei ledlampen. Dit is een gloeilamp en dit is een HMI, gasontlading. Je kunstlicht moet je niet vergeten. Nee. Dat is, ja, weet je, dat blijft gewoon eigenlijk het mooiste wat er is. En gaan we het onder andere hebben over licht. Eigenlijk wat je probeert met licht is dat het er zo natuurlijk mogelijk uitziet. Vorige week hadden we het over preproductie. En hadden we op vrijdag Rolf Dekens in de house. Ja, dan kan dat allemaal nog steeds terugkijken op hoenscreative.com/live. En vandaag, ja, vandaag wil ik beginnen met een raadsel. Want op dit moment sta ik bij de grootste bron die er is. De grootste lichtbron, moet ik zeggen. Wat is dat? Nou, ik ben heel benieuwd of jullie dat weten. Ik zal even niets zeggen. Ja. Nou, nu zou je het eigenlijk wel moeten weten als je het weet. Het is namelijk geen HMI, het is geen Red Hat, het is ook geen LED-panel. Het is de zon, ja. En dat lijkt een open deur, maar de zon is wel de basis van het licht. En iemand die daar alles over kan vertellen is Daan Thieme. En Daan Thieme is gaffer en die zit in de studio, dus daar gaan we snel heen. Nou, van binnen naar buiten. Dat is best wel een lichtverschilletje ook, hè? Ja, daar moet je even acclimatiseren met je ogen waarschijnlijk. Ja, zo. Dat was een flinke bron in mijn gezicht. Daan, ja, wij kennen jou allemaal. Maar ja, misschien zijn er mensen die nu kijken die jou nog niet kennen. Ja, stel jezelf maar heel even voor. Ja, nou ja, ik ben Daan Thieme, lichtontwerper, gaffer en belichter. En eigenaar van Lichtmacht. Ja, en hoe lang doe je dit werk nu al? Bijna 16 jaar. 16 jaar? Ja, ja, echt als zeg maar belichter, om het maar zo te noemen. Ja. Ik ga al met mijn vader mee, die is het bedrijf begonnen. Ja, maar dat zit echt in je bloed, hè? Ja, ja, ik ga al mee vanaf dat ik een jaar of 7, 8 ben, echt de setup. Ja. En daarvoor, wij doen al goede tijden, slechte tijden sinds het begin. En daar mocht ik altijd op woensdag, op donderdag zijn de BO's. Mocht ik op woensdagavond mocht ik altijd mee bij Calanos de camera ophalen. En, nou, wat leuk dat we Laios Calanos ook nog even noemen hier. Ja. Ja. Wat goed. Om jou even heel snel wat beter te leren kennen, heb ik wat gewetensvragen voor je. Dus ik ben heel benieuwd, daar moet je gewoon snel antwoord op geven. Ja. Kunst of daglicht? Kunst. TV of film? Pas. Ja. Meten of met het blote oog kijken? Meten. Licht of macht? Licht. Ja, precies. Dat is natuurlijk gewoon een klein grapje. Ja, want Daan, weet je, ja, je bent gaffer, je bent belichter. Wat is het verschil daarin? Vooral de markt. Uiteindelijk gaffer is echt zeg maar meer de commercial film- en seriemarkt. En ja, belichter is meer aan de televisiekant. Daar heb je zeg maar belichter, lichtontwerper. Mm-hmm. En daar bepaal je meer dan dat je als gaffer doet, zeg maar. Als gaffer ben je echt puur en alleen met licht bezig. En als lichtontwerper dan moet je meer rekening houden met decor en ook licht in de set. Ja, we hebben volgens mij ook een heel mooi voorbeeld van een lichtontwerp wat jij bijvoorbeeld hebt gemaakt, zeg maar een foto waar jij staat. Dat is, bij welk programma is dit? Ja, dit is de live finale van Expeditie Robinson, seizoen 20. Dat was afgelopen december. Dit is in de Werkspoorkathedraal in Utrecht. Ja, dit is televisie ten top, zeg maar. Hè? Ja. Dit is, mooier wordt het eigenlijk niet, hè? Ook qua locatie. En daar probeer je toch ook al je kennis die je vanuit de film, probeer je daar ook mee naartoe te nemen. Ja. En toe te passen waar kan, want het gaat niet altijd. Maar daar probeer je wel zoveel mogelijk ook daarvan gebruik te maken bij televisie. En andersom werkt het net zo goed. Want je kan net zo goed bewegend licht gebruiken op een filmset. Bij wijze van spreken kan je dan een bewegende kop in het dak hangen waar je een plaat piep mee aanstraalt. Waardoor je op elke plek in de studio dat licht kan hebben wat je graag wil. Ja. Ja, wat bij televisie, bijvoorbeeld bij zo'n soort grote productie, daar bedenk je van tevoren al het licht.
Maar dan kan ik me zo voorstellen dat dan de presentatoren en de gasten, dat die dan, die hebben nog wel wat bewegingsvrijheid nodig. In hoeverre is dat dan anders dan met film? Want bij films heb je ook heel vaak, weet je wel, dat er een marker echt wordt gezet en dan ga je daar ook op belichten en heb je ook verschillende stijlen. Maar wat is daar het verschil dan in bij zo'n televisieset, je bereik? Bij film is natuurlijk alles heel erg gezet, hè, wat je al zegt. Bij televisie heb je toch inderdaad meer variabelen. Omdat mensen ook in hun live presentatie gewoon vrij moeten kunnen zijn om eigenlijk te gaan en staan waar ze willen. Dus daar moet je veel meer rekening houden om het in te dekken dan dat je specifiek één gezette plek uitlicht. Dus daar moet je wel rekening mee houden, zeker. En als je alles er dan in hebt gehangen, dan kun je dus nog wel een aantal kanten op. Ja. Wat je vaak doet is dat je ook volgspots erbij hebt. Mm-hmm. Dus dan zijn de presentatoren sowieso veel vrijer dan dat je normaal zou zijn als je alleen maar statisch licht in het dak hebt hangen. Ja. Dus dat is eigenlijk het grootste verschil inderdaad, is je bewegingsvrijheid.